Dag, lieve schapenkoppen. Ik schrijf jullie vanuit een wereld die jullie nog niet kennen. Een wereld anders dan die van jullie. Een wereld waarin ik al bijna 8 eeuwen besta. Ooit was ik, Maria van Brabant, beschermvrouwe van jullie prachtige stad. Ik herinner me hoe trots jullie waren toen er een echte keizerin, want dat was ik, bij jullie kwam wonen. Als dank gaven jullie mij Dordrecht, jullie ook toen al zo geliefde stad. En nu, 800 jaar later, schrijf ik jullie. Waarom? Om jullie te bedanken voor wat jullie met elkaar voor mij hebben betekend. Want andersom is het wel bekend. In jullie geschiedenisboekjes lees ik dat jullie van mij de stadsrechten hebben opgeschreven. En dat jullie daarmee de eerste stad van Holland werden. En dat jullie daardoor een gouden toekomst tegemoet gingen. Ja. Maar wat betekenen jullie voor mij? Jullie waarde voor mijn leven is niet in goud uit te drukken. Jullie zorgden er met elkaar voor dat ik me kon bevrijden. Bevrijden van de machtige mannen om mij heen. En eindelijk een leven kon leiden op mijn manier. Een leven dat zin had. Een leven dat ertoe deed. Jullie en jullie prachtstad vormden het keerpunt in mijn leven. En daarover wil ik jullie schrijven. Want daar verlangen we toch allemaal naar. Naar die ene kans, dat keerpunt ten goede. Dat ene moment waarop we in staat zijn een leven te leiden dat we willen leiden. Volgens ons eigen inzicht. Een leven waarin we al onze eigen dromen kunnen bouwen in plaats van aan de dromen van onze ouders. Of onze bazen. Zo is het toch? En weet je, dat leven hebben jullie mij gegeven. En daarvoor heb ik jullie nooit bedankt. En daarom is het tijd voor deze brieven. En voor een feest! Schapenkoppen. Wisten jullie dat ik, Maria van Brabant, 800 jaar geleden, behalve als keizerin, bekend stond als een van de beruchtste feestbeesten van Europa?
dat ik mezelf in de eerste helft van mijn leven absoluut niet in de hand had. Dat ik alle ellende die me overkwam, alle gemene streken die met me werden uitgehaald, verdrong door te vluchten in drugs en parties. Dat mijn gokschulden zo hoog waren dat alleen de koning van Engeland, in ruil voor macht natuurlijk, ze kon betalen. Wisten jullie dat ik nog geen 8 jaar oud, door mijn eigen vader nog wel, als kindbruidje aan de man werd gebracht? Maar het was nog erger. In die tijd was er oorlog tussen Noord- en Zuid-Europa. En weet je wat papa deed? Hij verloofde me eerst met de aanvoerder van Noord. En kreeg die klappen. Dan verbrak papa keihard mijn verloving om me aan de hoofdman van Zuid aan te bieden. Zo probeerde hij steeds meer macht te krijgen. Want met zijn Brabant zat hij precies tussen Noord en Zuid in. Ik was nooit meer dan een pion op papa's schaakbord. En trouwens, die mannen die waren zo bezig met oorlog voeren, dat ze sowieso geen oog voor me hadden. In die tijd, 8 eeuwen geleden, leek oorlog nog niet op een wargame, zoals nu. Nee, het was man tegen man. Het was de tijd van ridders en paarden en lansen. Een beetje achterna zitten op tekenfilmmuziek. Nee, tuurlijk niet. Oorlog is het ergste wat er is. Het zijn altijd de mannen met macht die ze beginnen en ze stoppen pas als ze geen soldaten meer hebben om door te vechten. Oorlog is geen grap. Het is moord. En wat moeten die hordes vluchtelingen? Wat voor een leven gaan zij tegemoet? En wat voor een leven gaan die kinderen tegemoet? Die kinderen die hun ouders zijn verloren. Thank you.
schapenkoppen. Daar zat ik dus middenin. Papa schoof me heen en weer tussen Noord en Zuid. Wat kon ik doen? Ik kon niks doen. Niks. Helemaal niks. Ja, ik heb me verzet. Geschreeuwd, gehuild. Maar ik had helemaal niks in te brengen. En uiteindelijk, ik trok me helemaal terug in mezelf. Ik was inmiddels een jaar of 15 en ik droomde over een ridder die mij zou komen redden. En dat moet ik jullie echt vertellen, want niemand weet dat. Later, toen ik eindelijk vrij was, een vrije vrouw, en jullie er samen voor zorgden dat ik kon leven en zinvol werk kon doen, toen had ik een vriend, zeg maar de 50 Cent of Snoop Dogg van mijn tijd. En die heeft mijn levensverhaal gebruikt in zijn beroemdste tekst. En vele eeuwen later heeft in Duitsland een zekere Wagner mijn droom van toen over een ridder die mij zou komen redden op muziek gezet. Luister maar. Het heet Maria's Droom. Still rebels, in all our lives.
hij is er niet. Kom. Maar hij kan ieder moment. Al is het een minuut. Niet genoeg. Niet genoeg. Een uurtje dan? Niet genoeg. Voor altijd? Sst. Voor altijd wij samen? Maria. Maria. Sst. Sst. Te gevaarlijk. Ik ben geen droom. Wel, want papa koos Otto. Otto zal ik verslaan. Verslaan? Hij is... sterk, ja. Maar traag. Mijn wil is niks. Maria. Papa doet wat hij wil. Op mijn 8e al verloofde hij me met Otto. Maria, kies voor mij. Dat kan ik niet. Dat mag ik niet. Maria, ik ben hier. Geen droom. Kijk. Ik zie je. Zie mij alleen. Ik zie jou, ik zal niemand anders zien voor eeuwig. Jou alleen en dit beeld blijft me nu voor eeuwig bij. Ik zie jou en mij samen. Wat ik hoor, wat ik zie is Maria. Er bestaat verder niemand, Maria. Anders zo, blijf hier wacht hem op. Ga, alsjeblieft. Ja.
Maria! En zo spatte mijn droom uiteen. Papa begreep dat hij door moest pakken. En voor ik het wist, was ik figurant op mijn eigen huwelijk. Ik ga trouwen. Trouwen met Otto, de keizer van het heilige Europa. Ik voel me leeg, lam geslagen. Als een pop laat ik me sturen. Gebeuren. Had ik me moeten verzetten? Ja? Makkelijk gezegd. Zeker met de kennis van nu. Maar hoe dan? Ik was zo jong. Papa wilde het. Otto was net keizer. Dus iedereen zei: goeie partij. Veel hoger was er niet. En de paus? Ook die was voor. En ik was gebroken. Ik had geen weerstand meer. Sterker nog, ik gaf me over aan de paus. Aan papa, de hertog. Aan Otto, de heilige keizer. En wie weet, ik was zo jong, probeerde ik er zelf wel in te geloven. Een sprookje, zeiden ze. Maria, je trouwt met de machtigste man van het noorden, de keizer van het heilige Europa. Wees blij, je wordt zijn keizerin. Ik dacht, ik doe het voor de vrede. Mijn
Otto heeft gewonnen. Hij is keizer. Mijn vader heeft zijn zin. Het zuiden is verslagen. En ik ben keizerin. De strijd is gestreden. Europa gered. Maria en Otto, die zijn nu aan zet. En zij verwensen mij. En zij verwensen mij. Oorlog voorbij, iedereen blij, vergeet het maar. Mijn Otto gaat toch weer oorlog voeren in het zuiden. Zo'n beetje in de achtertuin van de paus. En die moet daar niks van hebben. En pakt Otto zijn keizerskroon af. Weg macht, weg status, weg vrede, alles voor niets. We zijn ons leven niet zeker. De zuiderlingen vieren dat hun hoofdman keizer wordt en wij vluchten. We maken een tussenstop en kopen daar goodwill. En ik geef feesten zo groot als niemand ze nog heeft gezien. Ik dans, ik gok, ik drink. Maar uiteindelijk kunnen we de rekeningen niet meer betalen. Worden we eruit gegooid. We worden opgejaagd, achterna gezeten door woedende schuldeisers. En we verschansen ons in het familiekasteeltje van Otto, ergens hoog op een rots in Duitsland. En toen? Ja, niks. Otto gaat dood. Buikloop. En ik werd uitgekotst door zijn familie. Het kasteel uitgegooid. Ja, wat moest ik? Ik had niemand meer. Niks. Alleen in naam nog keizerin. Ik dwaalde door de bossen en wist niks beters te doen dan terug te keren naar huis. Kun je het je voorstellen? Naar papa. Dezelfde papa die me tegen mijn zin had uitgehuwelijkd. En op mijn tocht naar huis hield ik mezelf wakker met het zingen van een droevig lied. In mijn eigen taal
van 800 jaar geleden. Over een mooie en slimme meid die wacht. Ze wacht op iets. Op iemand. Maar er gebeurt niks. En haar leven gaat voorbij. Ik ga nog leven vinden. Wil abend al mijn schouwen. Aus Fenster über Heide. Aus Straße und der Gein den lichten Augen. Mit mir zu selten. Das müssen meine Augen, Freundes meine, mit weinen Türe gelten. So geh ich von dem Fenster, aber an die Zinne. Ich Osten, Westen, ob ich möchte es werden innen. Wer mein Herz lange hat bezwungen, man mag mich für die alten Sünden zielen, nicht für eine Wille, wage eine Wille. Da wart ich ferne, mehr darüber 30 Miele. Durch das, ob ich hätte soll mehr, dass ich nach meinem Jungen klarem Freunde Kummers entbehre. Thuis leek niemand blij te zijn dat ik er weer was. Alsof het mijn schuld was dat Otto dood was. Het enige wat papa deed, was wat hij al eerder deed. Een huwelijk organiseren. En dit keer met een oude man. Een graaf uit Dordrecht. 5 kinderen en zijn vrouw was dood. En omdat mijn man dood was, ik had geen idee. Dordrecht kende ik toen nog niet. En daarom zijn ze toen gaan opschrijven wat dat was. Dat Dordrecht. Voor mij was het een herhaling van zetten. Voor de tweede keer gebeurde er wat ik haatte. Een huwelijk. En weer gedwongen. Had ik me moeten verzetten? Ja, makkelijk gezegd. Zeker met de kennis van nu. Maar hoe dan? Papa wilde het. Willem was graaf. En ik was gebroken, had geen weerstand meer. Ik zie me nog staan. Het sprookje, zeiden ze. Oh.
dat was het, dacht ik. Papa had zijn kersverse weduwedochter, de keizerin, laten trouwen met een stokoude moerasgraaf ergens op een eilandje aan de uiterste rand van het Europese vasteland. Zo kwam ik bij jullie terecht. Maar ik kende jullie toen nog niet. Hoe kon ik toen weten dat jullie samen het verschil gingen maken? Jullie vonden het prachtig, een echte keizerin in de stad. En jullie gaven mij jullie prachtige stad. Als cadeautje op mijn huwelijk. Hier op deze plek heb ik, precies 800 jaar geleden, uit jullie handen de stad mogen ontvangen. En jullie deden dat door de stadsrechten die jullie net hadden opgeschreven aan mijn voeten te leggen. Thank you.
Lieve schapenkoppen, dat gebaar toen, precies op deze plek, 800 jaar geleden, dat was zo, zo spontaan, zo lief. Toen, hier, sloot ik jullie in mijn hart, voor altijd, dacht ik. Want weer sloeg het noodlot toe. Heel even was ik een soort van gelukkig, hier bij jullie in Dordt. Maar weer werd ik door de machtige mannen uit mijn tijd van mijn geluk beroofd. Er kwam een brief van de paus. Willem moest direct mee op kruistocht. In Jeruzalem met het zwaard het geloof aan de man brengen. Willem is gegaan. Kreeg een wondje aan zijn been. Het werd een lelijke ontsteking. En hij stierf. Dat was het. En ik, dubbel weduwe nu, terug naar mijn vader. Ook die was inmiddels dood. Had papa me iets nagelaten van zijn onmetelijke rijkdommen? Nee hoor. Want op het laatste moment was er toch nog een zoontje geboren. Mijn broertje kreeg alles, ik niet. Nou ja, er zouden ergens in Brabant nog wat landerijen zijn en een landgoed waar ik me terug kon trekken. Alsof ik al dood was. Ik ging mijn landgoed bekijken. Na een lange tocht kwam ik aan en zag dat het afgebrand was. Alleen wat geblakerde resten. En de landerijen, die waren er niet. Het bleek een moeras. Ik raakte verstrikt in de varens van het zuigende veen. Ik was uitgeput. Ik herinner me dat ik zeker wist dat ik zou sterven. Ik gaf het op. Verlangde naar de dood. Ik weet nog hoe ik probeerde afscheid te nemen. Afscheid van alles en iedereen. Afscheid van het leven.
Was het een hallucinatie? Ik zag ze weer. De oorlogswezen. De kinderen die hun ouders verloren waren. En zij vroegen mij om hulp. Door hen voelde ik nieuwe kracht door mijn lichaam stromen. En wegzakkend in het moeras schreeuwde ik het uit. Ik ben erin! Maar als een hogere macht me kan bevrijden, dan weet ik wat me te doen staat. Ik zal een huis bouwen voor kinderen. Ik noem het huis van de keizerin. En ik zal jullie opvoeden, grootbrengen. En ik zal jullie opleiden tot vrije mensen, die zelf mogen bepalen hoe zij hun leven willen leven. Thank you.
het wonder geschiedde. Samen bouwden wij dat huis. En de hele wereld kende het als Locus Imperatrices. Het huis van de keizerin. En het was daar dat mijn leven eindelijk mijn leven werd. Tientallen jaren nog heb ik daar kinderen grootgebracht. En ik moet toegeven, gefeest. Met het geld van jullie voorouders heb ik 800 jaar geleden mijn leven inhoud weten te geven. En dat wilde ik jullie schrijven. Ga ervoor. Maakt niet uit hoeveel tegenslag je tegenkomt op je weg. Ga ervoor. Grijp je kans om er voor jezelf en daarmee voor de mensen om je heen het verschil te maken. En samenbouwend aan de komende 800 jaar. Thank you.